Ja, mensen! Het is weer zover. Het is weer een week geleden, minstens. Het is weer tijd voor die dampende, stampende, vieze, smerige, schuimende, extreem natte en superhete nieuwsbrief. Zo. Zo. Het is, ik maak me erg zorgen, Giel. Ik zie hier namelijk 100 miljoen miljard vuvuzela's rond liggen. Vandaag is de wedstrijd. Ik heb hier, dames en heren... Cameroen-Nederland. En de vraag is, wat is het meervoud voor Cameroen? Oenen, nee. Ik dacht kameraden. Oh. Hand eraf. Kameraden, hand eraf. Kijk, mag ik presenteren? Saskia, kom maar bij. Saskia Leroux, dames en heren. Ja, ik heb al haar LP's. Hello. Zij is een van de werelds beste trompetisten. Nou. En zij gaat nu Gerard Ekdom vuvuzela lesgeven. Ik ga op twee vuvuzelers tegelijk. Mijn god. Oh. Echt, dat nee, kan. Ja, natuurlijk. Ga je gang. Oké. Okay. Stereo, hoor. Maar als ze met twee vuvuzelas kan, dan kan ze het ook met twee andere dingen. Kun je ook met twee trompetten? Heb je dat tegelijk gedaan? Ja, dat kan ook. Ja? Ja. Ik heb er alleen maar eentje bij me. Ja. Ik denk al, het klinkt je mondstuk. Maar ja. Oké, maar geef Gerard even... Hij kan het al. Hij kan het al. Hé. Hey. Jij kan het gewoon al. Van niet te geloven, ik kan het, hè? Je kan het gewoon al. Ja. Verdomme! Sorry hoor, ik moet even iemand begroeten. Ja, ik kan het echt. Hé, ineens houd het op. Ja, het is gewoon, je moet iets met je lippen een beetje brrr doen. Ja. Je kent dat wel. Oh, je hebt geluisterd. Ik denk, hoe kan het ja, nou? Ja, leuk dat ik luister, zeg je toch altijd. Ja, nee, nou, prima. Luister ik een keer is nog niet goed. Nee, dan ga ik even naar de gang. Want ik heb hier dus Nadine. Of Nadine, wat moet ik nou zeggen? Nadine? Nadine zeg ik het fout, ja. Ja, god. Kijk. Hier staat ze dan, hè? Moet je die billetjes zien? Dat is toch echt... ja. You keep doing this to me. Sorry. He keeps catching me unexpectedly. And then I'm going, okay, no problem. Okay, ik wil nog even bewijsmateriaal. Dat je het wel degelijk kan. Want je hebt daarnet een lesje gehad van Saskia. Ja. Van jou eindelijk. Ja, van mij, ja. Ja, oké. Here we go. Okay. Yes! This gives you a real kick. It's like doing a live show for like 100,000 people. Just blow on this. Same thing. Much cheaper. Maar zonder gekheid, zo'n show heb je wel eens gegeven in Zuid-Afrika. Maar yeah. Tijdens optredens is het niet zo dat ze jou weg zitten te toeteren of zo. Dat doen ze echt alleen bij sport. Niemand in 15 jaar kon mij ooit krijgen op in te blazen. Nee. Dat is verzekerd. En tweedens, nee, bij shows gebruiken we die niet. Maar wel bij sport. Maar ja. na deze voetbalgame vermoed ik dat al wel. Ja, ik denk ik ga travel met je, hè. Ja, ik ga van, ja... Van Duitsland naar Zuid-Afrika met mijn vuvuzela. En Oranje in. Zuid-Afrikaans, wat een heerlijk taaltje. Ben je nu voor ons eigenlijk? Of ben je nog voor wie ben je nu eigenlijk qua voetbal? Ja, ik moet eerlijk zeggen, met de wereldvoetbal, ik heb echt een schreeuw voor Bafana. Tuurlijk. En ik wil de Afrikaanse spannen, zoals Ghana en Ivoorkust, die moet doorgaan. Mm. Maar met Ghana, wat gespeeld hebben in Germany, denk ik Ghana is uit gisteravond. Ja. So, ik vermoed in de finale zal. Maar bijvoorbeeld vanavond hè, tegen Cameroen, dan ben je toch wel voor ons? Ja, ja, natuurlijk. Ja, yeah, no. I want people with great spirit, great vibe to go through and good players. And what I saw, I didn't see the Holland game. I was busy with promo in another country. But what I did see was that there was a lot of vibe and a lot of spirit, and that's what Kijk, it's all about. So that's the spirit. Yeah. Yeah. So I'm gonna keep. En ken je Andreas? Andreas? Andreas, hij is echt de maker van het voetballied van 2010 het jaar. Oké. Okay. Nooit van gehoord? Nee. Andreas, mensen, wie kent hem niet? Is dat een goeie liedje? Het is een chanson, echt een smartlap, echt vreselijk. Met het lichaam van een voetbalspeler of zo? Nou, meer van een orka. Oké, maar in elk geval. Ja. Ik zou je willen vragen, Nadine. Zou jij de nieuwsbrief kunnen afsluiten? Dus richt je nog even lekker in het Zuid-Afrikaans tot alle kijkers. Zeg wat leuks tegen ze. En dan is het een heel Nederlands gebruik om dan de camera richting... de microfoon richting de camera te gooien. Oké, dus wat moet ik zeggen van... Ja, gewoon bedank iedereen. Zeg wat leuke Zuid-Afrikaanse woorden. Okay. Geef een kusje. Doe iets. Oké. Okay. Met de microfoon. En dan naar de camera. Ja. Oké, cool stuff. Bedankt aan iedere kijker voor de support. En dan word je een echt Zuid-Afrikaans. Het is mij baie lekker om bij jullie te kijken. Dank je voor de gelegenheid. Ik hoop in Holland gaan ik bye-bye CD's verkopen. Zodat ik een hele klomp van rechte, echte oranje vuvuzela's kan kopen. Bye, dank je Holland. Dank je Dreef. I had a great, great day. And I hope to be seeing you once again very, very soon. Bye, dank je. Bye.